Met minder dan 6 minuten op de klok zitten we voorbij van de wedstrijd.
natuurlijk. En dan zijn de jongens in staat hoe Delft durven staan. We moeten maar doen. Terug naar de wedstrijd. Terug naar de wedstrijd waar opvallend is dat Kwaan Gerrit Allerland zonder veel plaats heeft goed gemaakt. Gaan we straks even gaan kijken waar Dion terecht gekomen is aan in Norris. Alsjeblieft van het circuit weg. Maar het was spannende race voor de senioren. Dat wil zeggen dat de beste RWC rijdt in de wedstrijd momenteel Kwaan Gerrit is. De schitterende senioren. En we kunnen stil aan gaan afsluiten. Met daar misschien nog een kamikaze aanval van Jonas van der Wallen. Wil je het? Alsjeblieft. Het circuit van Jonas van der Wallen. Want we gaan naar de sportsen. We gaan naar de sportsen. Met Kaatje en van Lopez en Jonas van der Wallen. Het is een Start nummer 80 voor de nummer 46 van Pieter Jan Seijaert. Onder. Hoi. Proficiat, hè. Het was nog spannend zeker. Ja joh, een hondje zat hier achter me. Ja, oké. Dat. Senior MX2, derde plaats voor het startnummer 96. Seppe de Zadeleer. Tweede plaats, en voor deze plaats moet ik een klein beetje uitleg geven, want deze jonge man is vandaag jarig. Geef hem daarvoor een applaus voor Nick Lamothe. MC Toekske,
deed het schitterend vandaag, hè? Nick, we worden vandaag hoeveel? 19 jaartjes, alstublieft. Zo, de eerste plaatsen, die deed dit vandaag met de dubbel. Ja, dat zijn ook zijn geliefkoosde parcours. Hè. Die voelt hem nu in zijn nopjes. Dat is te zien aan de rijstijl en de manier waarop hoe je het doet. Uw applaus voor de sympathieke man, Giancarlo Buijs. Een sympathieke Hollander, hè? Proficiat uit Vlissingen. Giancarlo Buijs, Nick Lamotte met zijn verjaardag en Seppe de Sabel. Zo, diezelfde categorie, maar de zwaardere motoren, junioren en hey, derde plaats voor de man die al een paar keer is gekwetst dit jaar.